Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mail. In Mail.nl en de Nije Krant. Welkom dames en heren, hartelijk welkom bij OC Mail Lentegasten hier in kasteel Aldendriel in Mail. Vanavond ga ik praten met een aantal interessante lokale ondernemers over een aantal verschillende ondernemingen. Publiek vanavond hier in kasteel Aldendriel, dat zijn vooral ondernemers en zij horen in deze interviews adviezen, tips en wellicht ook ervaringen die ze weer kunnen gebruiken in hun eigen bedrijfsactiviteiten. Maar straks na de interviews, dan is er ook volop de ruimte om na te praten en met elkaar in gesprek te gaan. Kortom, netwerken, zoals dat tegenwoordig heet. Ik praat vanavond met 5 verschillende ondernemers over 4 verschillende ondernemingen. Straks schuift er iemand aan die van jongs af aan muzikant wilde worden. En wellicht kent u wel het liedje van Kinderen voor Kinderen van vroeger. Ik wil drummer worden. Dat lied zou op zijn lijf geschreven kunnen zijn, want hij wilde drummer worden en dat is hem nog gelukt ook. In een band, niet zomaar een band, maar een band die door heel Nederland en overigens ook in het buitenland optrad, regelmatig ook artiesten begeleiden in theaters. Muzikant, dat is hij nog steeds, maar dan in een iets andere vorm. Maar artiesten begeleiden, dat doet hij nog steeds, want sinds een aantal jaar heeft hij namelijk een eigen artiestenbureau. Ook praat ik met iemand die samen met zijn broer leiding geeft aan een bedrijf wat al sinds 1926 in Mil gevestigd is. En sinds die tijd is het ook een familiebedrijf. Door het jaar heen werken er zo'n 50 medewerkers, maar in hun hoogseizoen dan zijn er ruim 100 mensen aan de slag. Hoe begon het allemaal? Hoe is het nu? En hoe ziet de toekomst eruit? Daar ga ik hem straks over bevragen. Maar ook praat ik met iemand die in 83 of 84 begon met een bedrijf aan de Hoogstraat in Mil. Dat groeide enorm hard. Hij verhuisde naar de Molenstraat, daarna naar de Hoogveldseweg. En op een gegeven moment had hij ruim 40 vestigingen in heel Nederland. Was het eigenlijk wel de bedoeling, al die vestigingen? En wat doet hij tegenwoordig? Waar is hij nog wel bij betrokken en waar niet? Dat ga ik hem straks vragen. We beginnen zo meteen met 2 dames die volgens mij eigenlijk van jongs af aan helemaal geen ondernemer wilden worden. Maar dat toch geworden zijn en niet zonder succes. Want vorig jaar wonnen zij de ondernemersprijs van de gemeente Mil in Sint-Hubert 2018. Tussen al die interviews door hebben we ook muziek. En de mensen die hier al wat eerder binnen waren, die hebben haar al gehoord. Want zij bracht een aantal nummers al terwijl de mensen hier binnenkwamen. Maar tussen de interviews door zal zij ook van zich laten horen. En ik denk dat het wel leuk is voor een applausje. Dames en heren, Mindy Broeren. Maar we beginnen met 2 dames die volgens mij helemaal geen ondernemer wilden worden, maar dat toch geworden zijn. En daarmee vorig jaar zelfs de ondernemersprijs gemeente Mil en Sint-Hubert wonnen. En die 2 dames zitten als eerste bij ons op de bank. Ik heb het over Saskia Tone en Beb van de Ven. Ja. Dames, welkom bij Lentegasten. Heb ik dat goed als ik zeg van, volgens mij wilden jullie eigenlijk helemaal geen ondernemer worden, van jongs af aan? Ja, voor mij geldt dat in ieder geval wel, ja. Nee, dat lag niet in de planning of zo, maar ja, dat is op mijn pad gekomen. Ja, want wat wilde je wel worden toen je nog een klein bebje was? Het is moeilijk te zeggen. Ja, ik weet niet wat ik precies wilde worden, maar... Het is gegaan zoals het gegaan is in de zorg, in de dagbesteding. En er gingen deuren sluiten, waardoor weer deuren geopend werden. Ja. En dat samen met Saskia. Ja, precies. Ja. En jij, Saskia, wat wilde jij van jongs af aan eigenlijk horen? Ik heb van jongs af aan altijd gezegd dat ik in de gehandicaptenzorg wilde gaan werken. Dat heb ik altijd gezegd, dat ben ik ook gaan doen. Ja. Ik heb nooit geambieerd om een eigen bedrijf te starten. Hoewel de laatste jaren dat wel steeds vaker door mijn hoofd ging van, volgens mij kan ik dat zelf ook wel doen. En misschien ook nog wel op een betere manier. Ja. En daarin heb ik wel... Dat is wel een echte ondernemersgedachte, hè? Ja, Op die manier beginnen best veel ondernemers die zeggen, ja, wat die baas kan, dat kan ik ook. Maar dan beter. Ja, zoiets. Ja. Zoiets wel, ja. En volgens mij is het gelukt, want dat ik net al zei, vorig jaar de ondernemersprijs gewonnen. Maar daar hebben we het dan zo meteen over. Beb, geboren en getogen in Riekenvoort, Rijkenvoort. Rijkenvoort, ja. En nou in Ledenakker. Saskia, geboren en getogen in Mil. Ja. Waar hebben jullie elkaar leren kennen? Bij Millesweert. In Millesweert, ja. Bij de start van het project toen, zeg maar. Wij kenden elkaar helemaal niet. Werkten allebei bij Dichterbij en hebben eigenlijk allebei gesolliciteerd op het nieuwe project dat daar ging starten. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook onze eerste kennismaking en daar is eigenlijk de samenwerking ook begonnen. Ja. Ja.
En wat was dat voor project toen? Hoe werd het omschreven? Ja, eigenlijk hetzelfde als dat we nu doen. Alleen werd het toen vanuit een grote organisatie opgezet, zeg maar. Dus eigenlijk een dagbestedingsproject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ja, zo zijn wij gestart. En ja, ruim twee jaar, nu al bijna 2,5 jaar geleden, hebben wij het eigenlijk overgenomen. Ja. Wat deed je daarvoor, Beb? Daarvoor heb ik een project mee opgestart in Boksmeer bij Stichting Actief, ook vanuit dichterbij. Daar werd ook dagbesteding bij de kringloopwinkel gestart. Dus daar heb ik 5 jaar mee gewerkt en toen kwam deze kans om dit project mee op te starten. En ik was ook een van de sollicitanten. Ja. En wat je vertelde net, Saskia, van jongs af aan wilde ik eigenlijk wel iets in de gehandicaptenzorg gaan doen. Waarom? Ja. Waarom gehandicaptenzorg? Ja, ik weet het niet. Dat trok me gewoon. Dat vond ik gewoon leuk. Dat kan ik niet zeggen waarom. Ja. Daar is een gevoel geweest. Dat heb ik altijd gehad. En daar heb ik nog steeds. Ik heb het prima naar mijn zin. En ik vind het gewoon heel leuk werk om te doen. Ja. En jij, Beb, die gehandicaptenzorg, waarom trok dat? Ik vind het gewoon ook heel leuk. Ik kan daar echt mijn gevoel in kwijt, zeg maar. Het is toch zwaar werk met gehandicapt werk, je dan hoort, hè? Nu met de onderneming denk ik wel van dat we hard moeten werken. Ja. Of hard werken, moeten niet, maar we werken hard. Ja. Mag hard werken. Maar zwaar? Nee, ik vind het niet zwaar. Nee. Het is wel een dingetje waar heel vaak gezegd wordt door mensen, hè? Maar ik denk dat, een timmerman, dat denk ik ook, Jezus, van zwaar werk. Ja. En die timmerman die denkt, nou ja, dat is mijn werk, dat doe ik dagelijks, dat is voor mij niet zwaar. Ja, dat is hetzelfde als voor ons de zorg is, zeg maar. Dat doe je met zoveel liefde en zoveel plezier, dat er geen zwaar werk is, zeg maar. Ja. Het is onder 6 jaar, dus 2012 is Milles Weert geopend. Daar begon toen dat project vanuit dichterbij. Jullie solliciteerden daarop. Wat was de bedoeling op dat moment in 2012, wat jullie er zouden gaan doen met dichterbij? Nou, volgens mij is het in eerste instantie zou het soort lunchcafé gaan worden. Mm-hmm. Maar dat is uiteindelijk niet het doel. We zijn heel klein gestart, echt heel rustig gestart met 1 à 2 medewerkers. Ja. En langzaamaan opgebouwd naar een aantal, ook mee de werkzaamheden uitzetten, kijken waar kunnen we in ondersteunen, wat kunnen we allemaal bieden. Ja. En hoe gaan we daar vormgeven? Want het is helemaal nieuw voor de mensen die in Millesweert kwamen, was het nieuw. De beheerders die vanuit Mariëweert naar Millesweert kwamen. Dat was allemaal nieuw. En, maar ook voor het publiek, voor de bezoekers. Absoluut, ja. Wat waren de reacties, Saskia, in het begin, zeg maar, als mensen dan binnenkwamen bij Milles Weert en daar... Nou, in het begin waren de reacties niet altijd positief, nee. En dat is juist ook voor onze uitdaging en daar geniet ik nu nog iedere dag van. Dat mensen bij ons aan het werk zijn die daadwerkelijk echt wel iets in hun mars hebben. En heel vaak wordt er door mensen toch wel gedacht van, moet diegene mijn kopje koffie komen schenken of mijn soep inschudden, noem het maar op. En naarmate mensen vaker binnenkomen en zien dat ze echt wel heel wat kunnen en heel veel sfeer met zich meebrengen en er ook gewoon hele leuke momenten en contacten zijn, is daar wel ook gewoon iets heel moois ontstaan. En in het begin hebben we echt wel eens moeten slikken, hoor, dat mensen rare opmerkingen gaven of iets zeiden of deden en dan was het even slikken en dan klinkenpoetsen noem ik dat altijd maar, hè. Een beetje kneden en mensen ook dat bekend mee maken, want het is natuurlijk ook een stukje onbekendheid van mensen. En nou zijn we eigenlijk niet meer weg te denken, want ik denk dat als wij wegvallen dat Milles Weert, als ik het zo mag zeggen, best wel een probleem heeft. Ja. Want het zijn mensen met een verstandelijke beperking die onder andere niet alleen met een verstandelijke beperking. We hebben ook mensen met lichamelijke beperking, mensen met een psychisch verleden, mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dus we hebben meerdere doelgroepen bij elkaar. Die bij jullie mogen werken. Ja. Voordat we even naar jullie eigen bedrijf gingen, jullie vertelden, jullie werkten allebei bij dichterbij toen het project begon in Milles Weert. Toen op een gegeven moment toch gezegd van, dit kan beter, maar wanneer kwam dat moment?
dat jullie zeiden van we gaan het toch zelf doen? Nou, dat moment kwam eigenlijk toen dichterbij, een beetje ging labelen van er zijn heel veel kleinschalige projecten binnen dichterbij. En ja, goed, ze gingen kijken van is het voldoende rendabel? En Milles werk destijds kreeg toch een beetje een oranje stickertje, zeg maar. Dus toen hadden wij zoiets van, ja, het zou toch wel heel erg jammer zijn als dit verloren gaat. Want dat betekent het oranje stickertje van... Dat kan goed uitpakken, maar natuurlijk ook naar boven een rood stickertje uit kan pakken. Ja. Dus toen hebben we eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van, goh, wat kunnen wij doen? En in gesprek gegaan met dichterbij en zo. Toen zijn we... Maar op dat moment dan besluiten om dus samen die onderneming te starten, terwijl jullie eigenlijk alle twee van jongs af aan dat niet wilden. Ja. Slapeloze nachten over gehad? Slapeloze nachten? Nee, ik ben niet zo snel uit mijn slaap te krijgen. Nee. Nou, weet je, soms bloed, zweet en tranen. Zweet en tranen had het echt wel gekost, ja. Dan begin je zo'n eigen bedrijf onder de naam bij Sas en Beb. Waarom trouwens niet bij Beb en Sas? Het zit ook een... Een backlacker, zeg maar. Sas is samen... Ik denk, misschien zit hier het eerste ondernemersprobleem, maar dat is Nee, helemaal niet. Ja, zit ook samen aan het stuur. Betrouwbaar en professioneel. Ja. Oh, kijk, dat is over na. Ja, dat is over na. Zeker. Ja, heel goed. En dan krijg je wel eens de vraag, had je eerst de naam of eerst niet? Nee. Ja, daar hebben we goed over nagedacht. Ja. Dan start je bij Sas en Beb. Op dat moment hetzelfde aantal mensen als wat er nu zit? Wat jullie nu aan het werk hebben? Of hoe heet het? Aan het werk hebben, denk ik. Hè? Ja, sowieso. Ja. Nee, we zijn echt wel uitgebreid. Ja. Er zijn wat mensen weggegaan, er zijn wat mensen bijgekomen. Maar we hebben wel een toename van een aantal medewerkers, ja. En het aanbod? Zijn er veel meer mensen die bij jullie zouden willen werken, zodat je kwijt kunt? Of zit het wel ongeveer dat je zegt... Nee, er zit eigenlijk wel een balans. Ja. En dan vooral bij wat je net zei, hè, in het begin moest iedereen er even aan wennen, hè, dat er mensen met een handicap of een beperking, hoe je ook wil noemen, er werkte. Ik heb tegenwoordig het idee dat de mensen die hier werken moeten wennen aan al dat volk wat er rondloopt, die het gewoon gezellig vinden. Hè? Ja. Tenminste, die keren daar als het is gewoon eigenlijk echt altijd gezellig. Ja. Hoe doe je dat? Want ik kan me voorstellen dat ook vanuit jullie een beetje gestuurd moet worden, het gevoel, zowel richting het publiek als van de medewerkers zelf. Hoe doe je dat? Nou, je hebt, om nog even terug te komen op in het begin, we hebben ook wel eens ooit met een groep om tafel gezeten om uitleg te geven van, goh, wat doen we nou en waarom doen we dat nou? En omdat er een stukje onbegrip was of van, wat doen jullie nou eigenlijk de hele dag en waarom doen jullie dat nou? En als je met mensen in gesprek gaat, zeg maar, dan kun je ook dingen toelichten en uitleggen van waarom je dat doet. En zie je ook dat mensen er steeds meer begrip voor krijgen. Ja. En wij proberen eigenlijk ook altijd wel... zo normaal mogelijk gewoon ook met alles en iedereen om te gaan, zeg maar. Ja. Respect hebben voor de eigenheid van de mens, toch? Ja. Sommigen zijn wat luidruchtig of soms zijn wat druk of rennen door Millesweert. Ja, en we proberen dat toch ook een beetje te sturen van, het is een openbaar gebouw, daar zijn ook regels. Ja. En daardoor kunnen we de sfeer... gemoedelijk en prettig houden, zeg maar. Ja, het is ook een beetje het gevoel hebben ervoor. Ja. Ja. Jullie werk beperkt zich niet alleen tot Millesweert, hè, met jullie medewerkers. Nee. Wat doen jullie nog meer? We gaan momenteel ook bij Aldenhorst op dinsdag en donderdag naar een afdeling waar we meehelpen met ontbijt en het koffiemoment van de ouderen. Mm-hmm. Bij het jongerencentrum zijn we nu bezig. Mm-hmm. Daar helpen we mee in de schoonmaak op één middag en een ochtend. En op de Chameleon, op de basisschool. Ja, daar twee medewerkers die daar één ochtend in de week de conciërge ondersteunen met allerlei klusjes. Ja. En we hebben vanavond hier wat ondernemers binnen, mensen die thuis met ons meekijken, want jullie kunnen ook nog altijd wel wat klusjes gebruiken. Nou, we hebben toevallig vandaag van Stichting Kinderfeest de Mil, de Koningsdag zit eraan te komen en die hadden een 700-tal flyers waar een ballonnenkaart aan geniet moest worden. En daar zijn dan bijvoorbeeld klusjes die wij
die wij doen. Brengen ze die flyers bij ons, een aantal niet-apparaten, en wij gaan die dan mooi zitten nieten. Ja. En dan is het een win-win situatie, ja, voor ons een hele leuke klus om te doen. En voor de vrijwilligers van Stichting Kinderfeesten Mil, die al zoveel doen, een klusje minder wat ze niet hoeven te doen, ja, zeg maar. Ja. Maar ook ondernemers die dit soort klusjes, brieven inpakken, rijden, ik noem maar wat. In principe, ja, kunnen die ook bij jullie. Ja, dat zou zeker kunnen, ja. Ja. Even vooruitkijken naar de toekomst van BijSAS en BEP. Wat zijn jullie plannen? Nou, gewoon lekker doorgaan zoals we nu bezig zijn. Het gaat hartstikke goed. We hebben het enorm naar ons zin. Zolang als het... Als het lekker loopt en onze medewerkers zijn tevreden en wij, Mille's Weert is tevreden, dan gaan we nog heerlijk door. Ja. 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 Iets toe te voegen, Saskia? Nee, niet echt. Nee, als je het dan hebt over ondernemers zijn, wij zijn niet van die inderdaad heel zakelijk ingesteld en groots denkend. Onze kracht zit met name in het kleinschalige, ja, in het directe contact, vooral ook met verwanten en met onze medewerkers zelf, zeg maar. En ik denk dat we die kracht met name vast willen houden en zo voort willen blijven zetten. Ja. En wat de toekomst gaat brengen, we gaan het zien. Ja, zoals ik straks al zei, van in het begin eigenlijk geen ondernemer willen worden, maar uiteindelijk toch gedaan en niet zonder succes, want vorig jaar die ondernemersprijs gemeente Middelen St. Hubert gewonnen. Dat was toen ook wel een verrassing, geloof ik. Ja, dat was zeker. Dat was echt een super verrassing, ja. Ja. En vooral spannend, ook voor jullie medewerkers. Ja, ook absoluut. Ja, vooral, die leefden enorm mee. De appjes vlogen voorbij van stemmen. Nou, dat ging ook hartstikke goed. Ja, nee, was echt heel leuk, ja. En de dag zelf, dat was inderdaad, de spanning was echt om te snijden. Dat was echt niet te geloven. Ja. Toen hadden we wel zoiets van, oh, als we nou daar niet worden, dan hebben we echt heel wat uit te leggen. En dan wordt het er hier niet gezelliger op. Nee. Maar dat was gelukkig. Want toen jullie inderdaad naar buiten liepen, toen was er inderdaad al één iemand die zei, dan gooi ik op maar de kopjes ophalen, want dan hoeft het ook niet meer. Toen dachten we, gaat... Bij de bekendmaking, jullie zaten Mille's Weert ook in. Vanuit de lokale omroep Mil gingen we de winnaar bekendmaken samen met de wethouder. En die maakte de grappen om eerst naar buiten te lopen. Dus iedereen in Mille's Weert dacht, daar gaat onze prijs. En toen kwam hij toch weer terug. Via de achterkant, via het gemeentehuis terug. Dat heeft ook nog wel wat media-aandacht opgeleverd. Levert dat soort dingen uiteindelijk ook weer op dat andere projecten bij jullie langskomen om te kijken van hoe doen jullie dit? Hoe is dit georganiseerd? Hoe werkt dit? Ik denk dat het niet zozeer de ondernemersprijs was die dat... Voor de media aandacht? Dat nog eens extra... Het komt wel eens voor inderdaad dat mensen bij ons komen van hoe doe je dat? Een van jullie klusjes de laatste tijd was ook het inpakken van goodiebags. Want mensen hier in de zaal, wat mensen thuis misschien niet weten, maar hier in de zaal ondertussen wel. Want sommigen die wilden hem nu al veroveren en meteen in de auto gaan leggen. Maar zo werken wij hier vanavond niet. We hebben goodiebags. Iedereen krijgt vanavond een goodiebag. Die hebben jullie ingepakt, hè? Want vorige keer hebben we dat zelf gedaan, maar zeiden we, dat kunnen we nou mooi bij SAS en BEP laten doen. Er zit ook, van iedere ondernemer die vanavond op de bank zit, zit er iets in. Van jullie ook. Ik zoek het er even bij. Want het is iets met een verhaaltje, hè, wat jullie drinken. Dit is voor jullie, hè? Ja. Vertel eens. Ja. Op onze site hebben we een pagina met een veldbloemen. En met als slogan eronder van... ieder mens geeft op zijn eigen wijze, eigen manier kleur aan het leven. Dus we hebben bloemzaadjes ingepakt en met een chocoladebloemetje. En, hartstikke mooi. Ja. Dus het heeft ieder mens, ieder mens geeft kleur aan zijn eigen leven. Geeft kleur aan het leven. Hartstikke mooi. En daar vind ik een mooie afsluiting van ons gesprek. Jullie blijven even rustig zitten. Zometeen schuift een volgende ondernemer bij ons aan. Wij gaan even naar een stukje muziek. Klinkt weer een beetje oneerbiedig. Wij gaan naar lekkere muziek. En daarvoor hebben we in Kasteel Aldenriel vanavond ons eigen Mindy uit Mil. Dames en heren, Mindy Broeren. APPLAUS.